En hoe gaat het bij de vlottenrace? Ja, dat hebben we ook. Hè. Ondertussen organiseren de Lions Huizen de vlottenrace voor Vaarkracht. Daar zijn we ontzettend blij mee. Want dat is een hele organisatie en het moet ook allemaal veilig en goed verlopen. Dat gebeurt nu achter mij in het kolkje. En ik denk dat het een heel spektakel is. Hard te roeien, maar ook heel veel omvallen. En elkaar een beetje in de weg zitten. En dat is allemaal wat een beetje met het leven te maken heeft. Hè? Dus ik denk dat dat goed tot z'n recht komt daar. We hebben een inbouwblok gemaakt. Ja. Ja. Het is wel makkelijk, hè, onderweg. Creatief zijn, toch? Je gaat in je eentje varen? Nee, met z'n tweeën moet je op het vlot. Het is bijna geen duoblok. Het lijkt er wel op, hè. Ik kan hem rechtop zetten als ik hem eruit haal. Maar ik dacht, we moeten hier van de kant beginnen, maar we beginnen vanuit het water. Ah, dat maakt niet uit. Zo. Worden natuurlijk. Gaan we ons gereed maken voor de laatste wedstrijd in Pool A. Dat is natuurlijk heel spannend. Je moet wel bellen, anders kunnen we de tijd niet stilzetten. Ja. Oh, ja, en de tijd loopt helaas nog door, want er moet gebeld worden, anders telt het niet. Kom op, mannen. Nog even volhouden. Bellen, bellen, bellen. Ja, we hebben een bellen. En nu, wacht even, Hey jongens, hoe ging die? Ja, aardig. Nat, maar en fris. Is het lekker water? Ja, het is een beetje koud. Maar zoek de verschillen, want ze hebben op zich allebei hetzelfde onderstel, want ze kiezen er voor allebei om ondersteboven achter te voeren.